Dit ook. Ja. Goedemorgen. Dit is een tik van Ali. Nou, dat mag je mij ook even doen. Ja. Dit is helemaal niet camping. Dit is sowieso, dit is echt geen camping. Nee, dit is geen camping. Nou, oké. En wij zijn wakker en voelt ook helemaal niet lekker met zo'n raar ding. En nou, oké. Oké, nou, wij zijn wakker. Het is, hoe laat is het? Het is een uur 10, denk ik, of niet? Dat denk ik ook. Ik ga even kijken. Ik kijk even naar de zon, want de zon schijnt. 10 uur. Het is 9:55. Check dit weer. Ja. De sun is shining. En er ligt nog een klein beetje sneeuw. En het is heel stil. Wat ga jij doen? Nou, ik ga dit, oh ja, dit doen. Wij gaan het nieuwe roostertje uitproberen van de Omnia. Moet je dat eerst afwassen? Nee, het is camping. Het is camping. Ik ga dat niet eerst afwassen, hè? Zo. Nou, zou mij benieuwen. Waar is het oventje? De broodjes. Die zijn hier. Hoppakee. Dat appeldieet gaat niet door, denk ik. Nee, we slaan een appel over. Ik heb nu zin in brood. Oké. Nou, roostertje erop. Zo, denk ik. Nou, zo. Ik denk dat het niet anders kan. Ja. Kijk, hier liggen die broodjes net niet op de bodem. Al niet, maar doe maar. Weer afwas. Nee, dit is perfect. Oké. Nou, ik ga broodjes pakken. Ja. Nou, ik ga ze maar wat nat maken zo. Hoppakee. Dat is ook tegen mij gezegd. En dan daarin leggen. Ik denk dat ze nu veel te nat zijn, maar vooruit maar hoor. Oké. Zij moet er even af. Die had al gekookt. Joep. Dan zetten we dit water voor de eieren wel even daar. Dan kan dit. Oh, dat onderkantje moet er nog onder. Deze. Ik doe hem even wat zachter. Zo. Dan kan dit hierop. Huppatee. Deksel. Nou, ga met die banaan. Nou, die is voor jou. Nou, het is hetzelfde nog. Kijk, het is nog steeds verbrand. Onze broodjes lagen al niet op die onderkant. Dus, maar ik moet zeggen, we hebben hem eigenlijk ook een beetje te hard aangezet. Ja, Al vond het te lang duren. Die heeft honger. Trek. En nu eten we gewoon half afgebakken broodjes. Nee. Volgens mij zijn ze wel goed gelukt weer. Alleen een klein beetje verbrand aan de zijkant. Ja. Ja, als je dus broodjes hebt die er van zichzelf al in blijven hangen, dan heb je het rooster eigenlijk niet eens nodig. Ik weet niet wat je nog meer met het rooster moet. Nou, zo dan. Lekker. Wij zijn net eventjes bij de Action geweest. Toiletpapier. Dat waren we vergeten. Hier, nou, die Action kan je wel leegkopen. Zo goedkoop is dat daar. Toiletvloeistof. Ja. Nu hebben we één flesje mee, want... Ja, we zijn eigenlijk uitverkocht, hè? Die, ja, die andere kleur. Ja. Dit is voor de tandenborstel. We wilden zo'n bekertje. Ja. Maar dan krijg je gelijk een set. Een stukje zeep kan je hierin doen. Wie heeft er nog een stukje zeep? Geen idee. Scheermessen. Een lampje voor in de kast, want er is het donker. Dus dan kunnen we die ophangen. Ja. Dan kunnen we ophangen. Gaan we even kijken. Plakband. Wat ga je daarmee doen? Dat zie je straks. En kijk, dit is het belangrijkste. Daar gingen we voorheen. Want hier gingen we eigenlijk voor naar de Action. We waren slippers vergeten, dus wij hebben ook nog niet gedoucht.
Want ja, we vinden het niet zo fris om op onze blote voetjes in het douchegebouw te gaan staan. Nee. Dus wij hebben mooie slippertjes gekocht. Prachtig. Super handig, want je kunt ook gewoon lekker met je sokken in. Ze zijn wel van stof van binnen. Ja. Hier. En dit waren echt, mensen, dit waren echt de mooiste slippers die er waren. Leuk, hè? Nou, geslaagd. Nou, we kwamen voor slippers. Een tas vol. Altijd bij de Action. Ja. Lekker thee. We hebben dan een vast park met vaste plekken, zeg maar, met een chalet. Ja. En dan hebben we een heel groot veld waar je kan, zeg maar, voor een week of een dag of twee dagen of een lang weekend, net wat je wil. Ja. Oh, het is groot hier. Ik dacht dat het alleen het veld was, zeg maar. Nee. Zo op internet een beetje. Kijk, al hier hebben we dan het douchegebouw. Ja. Nou, hier is iemand die is net aangekomen, dus het is normaal niet zo rommel, maar die moet alles op, maar omdat ze sneeuw. Oh ja. Oké. Okay. Hier is dan het veld. Oh, wauw. We zijn nu de stroom aan het verzwaren. Oh ja. Dus hier langs de kant en hier langs de kant staan dan, kun je dan de caravan neerzetten. Oké. Okay, jullie zagen ons net in een kar zitten. Ja. Wij zijn vanuit de Action naar een camping gereden, waar we eigenlijk nog een keer naartoe willen. Dus wij dachten, nou, we gaan nu een kijkje nemen. En die eigenaresse was zo vriendelijk dat ze zei, spring kom op in de kar. We geven jullie een rondleiding. Maar nu staan we dus op dat veld waar wij dus een keer willen gaan staan. En we zagen op internet al dat, dat de allemaal kans dromen. Groot is op wild. Dat er wild dus gewoon voor je caravan loopt. Ja. En nu zijn we dus hier en er staat gewoon een groep hertjes. Ja. Damherten, wat zei ze nou? Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Dit staat dus gewoon dan voor je caravan. Ja, en daar zijn net zo'n geitenmest. Zie je dat daar? Dat zijn weer een beetje keutels. Ja, dat is van de edelherten. Dat zijn damhertjes die. Nou, wij zitten inmiddels weer in de auto. We staan nog steeds op het terrein van die camping. Groenendaal. Groenendaal, ja. En we hebben net afgesproken dat wij de volgende keer daar komen staan. Ja. Dus, maar wat een service. We kwamen hier aan en we zagen niemand bij dat huis staan. Maar toen was er een mevrouw die staat hier in een chalet. En die heeft even de eigenaresse gebeld. Nou, en die kwam ons gelijk, die kwam gelijk aan en die zegt, spring maar in de kar. En voor je weet zit je in een kar en dan race je over een camping. Ja, echt weer. Ja. Een hele belevenis in één keer. Maar heel bijzonder dat die hertjes er nu ook stonden. Hè? Ja. Want we hadden het wel gelezen op internet dat er veel wild loopt. En nu loopt er dus gewoon een groep met hertjes. Ja. Nou ja, en die vrouw zei ook van, kijk maar naar de keutels en de poep. Dat veld was vol met keutels. Dat was allemaal stront. Ja, echt mega veel nou, keutels. Nou, daar houden wij van. Veel stront, ja. Maar zij vertelde ook, ja, we gaan het allemaal meemaken als het goed gaat natuurlijk allemaal. Maar zij vertelde dus ook dat die herten, die kunnen dus gewoon ook voor je caravan langslopen. Want ze springen dus over het hek heen, wat ik ervan begreep. Ja. En dat veld waar je dus met je caravan op staat, dat is vroeger was dat een weiland. Even wachten. Met mest en zo. Ja. Dus die grond is natuurlijk super voedzaam. En daardoor komen er dus ook veel hertjes op dat veld. Nou ja, hartstikke leuk. Ja. Nou, wij gaan terug. Kan dit? Ja. Ja. Wij gaan terug. Naar Loemen, daar zijn we trouwens nu ook dichtbij. En dan gaan we denk ik eventjes boodschappen doen. En waarschijnlijk gaan we nog even wandelen. Ja. Toch? Yes. Kijk. Past niet. Past niet. Dus. Ja, waar moeten we het anders neerzetten dan? Want we gieten het over. Oh ja. Zullen we dat doen? Ja. Als dat nou leeg is, oh ja, dan vullen we dit bij en dan zetten we dit in de schuur thuis. Ja. Maar mensen, je moet maar je kunt het daar ook kopen, gewoon neerzetten. Ja, oké. Okay. Wij wisten niet dat het zo goedkoop was daar. Nou ja, oké. Okay. Het is waarschijnlijk geen bio.
Oh, wat gezellig. Nou, dat kan mooi op het aanrecht. En dit kunnen we eventueel ook nog overgieten. Ja, dat doen we even. Dat is leuk. Ja? Ja. Toch? En hier kun jij je zeepblokje in... Ja, hier doe ik mijn zeepblokje. Het loopt er zo mee naar het douchegebouw. Ja. Dat is gezellig. We gaan het even overgieten. Nou, deze truc kan mislukken. Als je dit mij laat heel doen. Veel mis. Dit weekend. Nou, ik ben dus sowieso al... Klunzerig. Klungelig. Nou, dat gaat goed hoor. Het gaat heel goed. Het is hier nou aan het En handen. Check even wat ik aan heb. Wat je aan hebt? Ja? Aan mijn voeten? Oh ja. Oh, nou... Echt geweldig. Zo leuk. Echt top. Vind je ze lekker zitten? Ja. Nou, daar gaat het om. Oké, ik ga even een batterijtje zoeken voor dit. Als het goed is, hebben we die hier ergens. En dat hang ik dan hier neer. Wat vinden jullie daar nou van? Dan hebben wij licht in de kast. Dat is toch grandioos. Ook... Dan zie ik eindelijk een keer wat ik 's ochtends aantrek. Ja, ook een euro of zoiets. Action. Wow. Allemaal action. Zullen we starten met onze appeldieet? Nee. Oh. Mag ik een appel? Ik ga wel een appel eten. Oké. Wij hebben lekkere filet américain gekocht. Met een... Deze. Cracker. Peper. Wij hebben helemaal niet zoveel honger, maar het is... Ja. Bijna 2 uur, dus we dachten we moeten nu toch echt wat gaan eten. We hebben even een flesje sap gekocht. En nou ja, we gaan maar een crackertje eten met filet américain. En ik eet dan een appel en een banaan, denk ik. Hebben wij nu alles staan of niet? Dit is het, ja. Als je meer honger hebt. Wil je echt geen appel? Nee. Okay. Oh, ja, dat wil ik wel. Oh, wel een appel. Voor de bij, zo. Dan ga ik die even schillen. Mag ik een dun schillen nog? Dank je. Slappe laar hiervan. Waarvan? Nou, het begint net te regenen. Wij zitten hier gezellig even wat vlogjes te kijken op de mobiel. Dan kijken we allebei op hetzelfde moment naar buiten. Loopt er een meneer met 3 omgekeerde emmers op zijn hoofd. Voorbij. Voor de regen. Het zag er heel gek uit dit. Volgens mij zijn dat die emmers die om de... Om die Die paaltjes. Over die elektriciteitspalen heen hangen. Ja. Die meneer dacht waarschijnlijk, oh dit is handig. Ik heb geen paraplu, ik pak 3 omgekeerde emmers. En ik doe ze boven mijn Waarom hoofd. 3? Dat weet ik niet. Oké. Nou, daar hebben wij dus een slappe lach van gekregen. Mensen op een camping doen hele gekke dingen. Echt wel. Nou, wij zouden dus gaan wandelen, maar... Maar dat kan nu. Ja, het is nu droog. Dus we kunnen op zich wel naar buiten, toch? Ja. We kwamen er net achter dat hier een klompenpad dicht bij de camping is. Het is Loenen. Loenen. Enkerpad? Ja, zoiets. Ik weet niet meer. Dus die gaan we wandelen. Ja. Wij zijn dus een wandeling aan het doen. Het Loenen Enkerpad. En wij hebben er ongeveer 3 kilometer op zitten en het begint nu te hagelen. Dus wij zijn even gaan schuilen. Bij een Sonja-stal. Sonja-stal, ja. Daar staat een landwinkel. Bordje. Ja. Oh ja, nu zie ik het. Maar wij hebben een best wel leuk gezelschap. We hebben hele leuke buren. Ja. Hallo. Maar nee. Best van een schaap. Hi. Ja, hij denkt wat motje. En dit is de situatie nu. Het regent. Heel jammer. Maar ik heb een verrassing voor jou. Oh, wat dan? Hou je hand maar op. Doe je ogen dicht. Ik heb het al gezien. Lekker? Oh, het is open. En het stopt. Ja, dat was mijn tweede verrassing. Wat geweldig. Nou, dan kunnen we verder.
Hallo. Dit is Sandy. Sandy, ja. En dit? Ja, grappig. Dit zijn loopeenden. Ja, dat zijn ook kippen. Kijk waar we nu staan. We hebben nu kippen als gezelschap. Hallo? Het begint nu best wel hard te regenen ook. Ja, nogal. Ik ga even terug naar dat andere plek. Ja? Ja. Ik sta hier best wel ongelukkig. Oké, naartoe dan. We lopen met je mee. De Vrijenbergroute, 4,5 kilometer naar de waterval. Nou, wij zijn aan het schuilen voor de regen en deze eenden die nemen een lekker badje. We doen echt alles samen, hè? Ja. Ja, even drogen. Hoppakee. Kijk dan, hoe schattig dit. Hij doet alleen zijn hoofd. En ik heb het idee dat dit een beetje het lelijke eentje is van de groep. Nou, echt? Ja, dat denk ik. Deze. Die dunne. Ja, deze. Hij heeft ook een beetje een kaal plekje op zijn hoofd. En hij is helemaal gewoon. Oké, tweede schuilplaats van vanmiddag. Lijkt wel of je in de Rimboe zit. Een bosjesvrouw. Oké, de paraplu. Licht in de auto en de poncho ligt in de caravan. Ligt in de caravan. We zijn heel goed voorbereid op pad gegaan, Not. Nou ja, het is nu gestopt. Het is nu weer droog, dus we gaan weer verder. We komen een shamhuisje tegen. En er staan allerlei soorten... Sham? Sham, ja. Pruimenjam, kaneel. Je kunt ook gewoon met je mobiel betalen. Ja, kijk. Met een QR-code zag ik al. Mega. Peer en jam. Ja, mango. Kijk, er zit ook een boekje. Ik heb dus mooi wandeling. Peer en jam meegenomen. Heel leuk. Leuk. Jam van Fem. En dit, wat zit hierin dan? Geld. Gaat nou dicht. Dat kan niet. Wil je wel kijken hoeveel ze verdient? Het zit ook vast. Ja, tuurlijk. Wij zijn lekker koffie aan het drinken. We zijn net weer terug van onze wandeling. Ja. We moesten wel vaak schuilen. Het was wel een mooie wandeling. Mm-hmm. We hebben hem ingekort. We hebben alsnog 9,2 kilometer gewandeld. Dus. Maar ja, de wandeling was mooi, maar het weer was wat minder. Ja. Steeds van die heftige buien en gelijk weer droog en gelijk weer zon. Ja. Maar ja, er was... De jassen hangen te drogen. Ik denk niet dat het heel erg droogt, maar het regent nu weer. Ja. Ik heb mijn kruikje lekker op mijn benen gelegd, want die waren een beetje koud geworden. Ja? Ja, mijn bovenbenen. Oh.
wij hebben voor het eerst andere koffie gekocht. Perla. Perla koffie. Normaal hebben we daar Egbert. Maar mijn moeder heeft volgens mij dit altijd. Ja. Die is best wel lekker. Die heeft altijd wel lekkere koffie, ja. Zo. Dus, we gaan dit proberen. De bus is weer bijgevuld. Nou. Huppatee. We kunnen weer even vooruit. Nieuwe manier van koken. Oké, daarnet toen begon Nelly dus met koken, toen scheen de zon. Ja, nu begint het weer te regenen. Het is echt wisselvallig. Jij staat nog met je handdoek op je hoofd. Ja, jij ook. Ik trouwens ook. Kijk even. Ja, ik ga naar binnen. Ja, ga jij naar binnen toe? Want dit is een drama. Dan gaan we daar verder, toch? Ja. Oké. Nee. Laat staan. We gaan patat kopen, een Chinees. Nou mensen, het is allemaal goed gekomen. Wij hebben eten. Veilig. Het ging wel een beetje moeizaam met die regen, maar in vervolg gaan wij gewoon gelijk binnen koken, toch? Of niet koken. Of niet koken. Morgen kunnen we eventueel nog iets afhalen. Maar dit ziet er in ieder geval super lekker uit. Dus wij gaan lekker eten. Eet ze. Nou, wij hebben net een wandeling gemaakt van 1 kilometer of 4. En we kwamen nog wat wilde zwijnen tegen. Ik heb ze nog een beetje in beeld kunnen brengen. Hallo? Hallo? Ja. Maar niet heel goed, maar het is wel te zien. We zien wel steeds wild, maar we zijn... Ja, te laat om het te filmen. Het is gewoon, die camera die gaat zelf weer uit. En dan moet je hem eerst aanzetten en dan opnemen. Ja. En voor de, nou ja, het is secondenwerk. Maar dit waren dus 2 grote zwijnen en volgens mij iets van 4, 5 kleine zwijntjes erachteraan. Ik heb het niet eens kunnen tellen, want ik dacht, oh, camera. Snel ja, ja, je zou rennen gewoon heel hard. Maar ja, weer wat gezien. Ja. In het bos achter de camping. We hoefden niet eens zo ver. We zijn nog in die wild... hoe noem je dat? Die wildhut? Wilduitkijk. Wildobservatiepunt. Zijn we ook nog geweest. Niks gezien. Maar ja. Wij gaan even tv kijken op de laptop. Boerzoekvrouw. Oh, ja. Leuk. Doen we. Dus dat ga ik even regelen. Ja. Ik heb chocolaatjes, eitjes... En biscuitjes. Nou. Ja. Ik begin trouwens ook weer chocola lekker te vinden. Gelukkig wel. Het is een tijdje weg geweest na mijn corona, maar het begint weer terug te komen. Dus. Heerlijk. Gelukkig. Oké. Wij zijn er klaar voor. We gaan naar bed. En we gaan de vlog afsluiten. We hopen dat jullie het leuk vonden. Waar ben jij? Hier. Oh. En wat doe jij? De laptop inpakken. Heb je hem uitgedaan? Ja. Vlies een beetje eromheen. Er is wel een probleempje met die laptop. We weten niet zo goed waar we die laten moeten. En we weten dat het niet heel goed is om een laptop in een koude omgeving te hebben. Nee, dat is niet goed voor de batterij. Die moet op kamertemperatuur. Ja. En aangezien het vannacht -3 was... Afgelopen nacht? Ja. Oh. Nou, wij sluiten de vlog af. Doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei. Doei. Wat heb jij? Dit ziet er echt luguber uit. Dit lijkt wel een mens. Kijk dan. Ik ga het jullie even laten zien.
Jullie zijn vast wel heel benieuwd wat hier nu in zit. Nou, kijk, ik pak het uit. Nee, ik pak het even vast. dit is een pop. Vreselijk dit. Nou, hier slaap ik altijd mee. Ja, nou. Leg even neer hier. Oké. Nou, we gaan het eventjes laten zien. Ik heb hem net wel helemaal ingepakt, maar oké. Oké, voor jullie doen we het weer helemaal uit. Ja, we gaan het weer helemaal over. Nou, dit was dus laag 1. Ja, dit is nummer 2. Kijk. En dan... Oh ja, er zit nog een dekentje in. Ja. Ja. Oh ja, ja, nog een hoes. Een hoesje. Er zit een laptop in. Je zou bijna denken dat hier iets op staat. Dat heel belangrijk is. Schoolspullen, niet belangrijk. Nee. Nou, dit is dus de laptop. Ja. Dit is echt een... Een mietere ding. Ik zeg echt een softie dit. Ja. Nou ja, er staan wel... Nou ja, hij moet gewoon niet kapot gaan. Klaar. Die belangrijk dit erin. Zijn. Maar zou hij het nu nog koud krijgen, denk je? Als hij het nu nog koud krijgt, dan weet ik het niet meer. Hij heeft meer kleren aan dan dat wij hebben. Nou, zo. Aal zegt het moet in een gewatteerde jas. Dus ik zeg... Ja, dat heb ik gelezen op internet. Dan doen we het in die... In die thermojas voor jou, want... Dat is lekker warm. Nou hè. Maar hoe doet een ander dit? Hoe doet een ander dit? Daar ben ik toch wel benieuwd naar. Ik weet het niet. Waar laten jullie je laptop met me in? Ik weet zeker dat niemand het zo doet. Nou, slaap lekker. Wel te rusten. Doei. Ja.